In deze video ga ik u alles vertellen over het exterieur van een nieuwe Opel Vivaro. Kijkt u mee? Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en op dit YouTube kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een Opel model zoals deze. Of met uitleg over een Opel systeem. Nou, ben je nieuw hier, bekijk je voor ons eerst ons kanaal. Word dan meteen abonnee, het kost verder niks. En je krijgt als eerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, in 2019 is deze nieuwe Opel Vivaro op de markt gekomen. Hij is leverbaar in verschillende lengtes en in één hoogte. Nou, en welke mogelijkheden er allemaal zijn, laat ik je nu zien. Nou, hier zien we de nieuwe Opel Vivaro. Zoals ik al zei, is dus in verschillende lengtes leverbaar en verschillende uitvoeringen. Nou, het model die we hier zien is de lengte 2 en dan in de Edition uitvoering. De Edition uitvoering kun je heel makkelijk herkennen, want die heeft niet alles in de kleur gespoten. Nou is dat bij deze auto iets minder goed te zien omdat dit een zwart is. Maar die heeft dus de voor- en achterbumper en ook dit gedeelte hieronder is dus niet in de kleur gespoten. Dat heeft de Innovation uitvoering, dus dat is de meest luxe uitvoering, die heeft dat wel. Nou, hij is dus in drie lengtes leefbaar, hè? Lengte 1, lengte 2 en lengte 3. En dat verschilt elke keer 35 centimeter. De lengte 1 die heeft dus een totale lengte van 4,61 meter. De lengte 2, 4,96 meter. En de lengte 3, dus ook de grootste, 5,31 meter. Nou, de hoogte van de auto, dat verschilt tussen de 1,90 en 1,94. Heeft onder andere ook te maken met een verhoogd laadvermogen. Nou, de hoogte van de auto, dat varieert tussen de 1,90 en 1,94. En dat verschil zit er met name in of de auto voorzien is van een verhoogd laadvermogen. Bij lengte 3 heeft die altijd een verhoogd laadvermogen. Bij de andere modellen is dat dus ook als optie leverbaar. Nou, de breedte van de auto is 2,20 meter. Dat is de totale breedte, inclusief de uitgeklapte spiegels. Wanneer de spiegels inklapt, dan is hij net over de 2 meter. Nou, zoals ik al vertelde, zijn er dus ook verschillende mogelijkheden. Standaard heeft hij dus één schuifdeur aan de rechterkant. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om nog een schuifdeur aan de linkerkant te doen. En die kan handmatig, zoals op deze manier. Maar er is ook een manier om die elektrisch te krijgen. Wat onder andere via de sleutel werkt of via een sensor. En ook aan de achterkant zijn er natuurlijk wel mogelijkheden. Standaard is je voorzien dus van twee deuren, zoals dit, die helemaal dicht zijn. Je kunt er ook voor kiezen om daar ramen ook in te zetten. En hij kan uiteraard nog met een achterklep. Nou, dan zien we hier de binnenkant van de Opel Vivaro. Zoals ik al zei, is dit dus de lengte 2 uitvoering. Nou, het is dus heel makkelijk inderdaad. Hè? Elke verschillende lengte gaat elke keer dus 35 centimeter, is hij dus groter. En die lengte zit hem uiteraard hier ook in. Nou, standaard wordt hij zo opgeleverd. Hè? Dus dat is eigenlijk dat hij helemaal kaal is dus aan de binnenkant. En daar zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden zijn daarvoor. En dat is dus heel even afhankelijk van wat voor bedrijf je hebt en wat voor wensen hierin zijn. Nou, en dit zijn dus ook de mogelijkheden wat bijvoorbeeld is. Hey, je kan dus altijd kijken naar een vloer. Ja, dat kan dus bijvoorbeeld zo'n vloer als dit zijn. Aan de zijkant dus lat-om-lat betimmering. En je hebt ook van de platen in de zijkant kunnen in verschillende kleuren. Het mooie is dat het allemaal op maat gemaakt is. En allemaal er mooi en keurig en netjes uitziet. Nou, ik had het in mijn vorige video over het interieur van de Opel Vivaro had ik het inderdaad ook al over. Ik zal hem hierboven uiteraard ook even linken, zodat je ook kunt bekijken. Maar wat echt een must is bij deze auto en wat ik ook eigenlijk iedereen aanraad, is het akoestische tussenschot met raam. Nou, het voordeel daarvan is dat je meer beenruimte krijgt en meer schouderruimte. En als je het tussenschot met raam, het akoestische tussenschot met raam bestelt, dan kun je ook bijbestellen een multifunctionele bank. Dan is die bank ook nog meerdere manieren ook mogelijk. Bijvoorbeeld deze manier, hè, zodat je heel makkelijk ook hier nog je spulletjes kwijt kan. En wat je dan ook hebt, is dat je ook nog een doorlaatluik hebt. En die is heel makkelijk, want wanneer je deze dus aan de kant schuift, dan zie je hier inderdaad ook een opening. En dan zit hieronder een blauw lusje. En als ik die aantrek, dan heb ik inderdaad een hele mooie ruimte nog. En dat is natuurlijk ideaal wanneer je zegt van nou, ik moet soms wel eens een keer wat langs vervoeren, maar ik wil geen Imperial op dak. Dan is dit een hele mooie oplossing. Nou, zoals ik al zei, is dit dus de Opel Vivaro Edition uitvoering. Hij is eigenlijk in drie uitvoeringen. Het begint dus bij de Selection uitvoering, dat is het basismodel. Die lijkt qua uiterlijk hier wel op. Daarnaast heb je de Edition uitvoering, hè, die is dus iets luxer. Punten zoals airconditioning zit daar ook al als standaard in. En hij is dus ook in de Innovation uitvoering. De Innovation uitvoering heeft dus alles in de kleuren meegespoten. En dan bedoel ik uiteraard de bumpers, hè, de voor- en achterbumper en aan de zijkant. Daarnaast is hij ook voorzien van een multimedia systeem met de mogelijkheid Apple CarPlay en Android Auto. En er zitten meer veiligheidssystemen op. Bijvoorbeeld parkeerzone voor en achter. Lane departure warning. Dat is allemaal veiligheidssystemen die Innovation standaard heeft. Nou, ook zijn er verschillende motoren leverbaar. Het varieert van een. Dat begint bij een 1.5 102 pk. En loopt door tot een 2 liter 150 pk. Uiteraard allemaal dieselmodellen. Dit jaar, in het paradijs of 2020, komt ook de elektrische variant van de Opel Vivaro uit.
Nou, daar zullen wij later, als dan meer bekend is het model is, uiteraard ook een video van maken. En hij is natuurlijk leefbaar met automaat. Dat is een 8-straps automaat, leefbaar op de 122 pk en op de 150 pk 2 liter diesel. We hadden het net al over de bijrijdersbank. Uiteraard kun je hier ook kiezen voor een stoel. En hij is natuurlijk ook leefbaar met een dubbelcabine. Een dubbelcabine kan alleen bij de lengte 3 uitvoering. Nou, natuurlijk is het ook mogelijk om navigatie te krijgen. Ik zal je ook doorverwijzen hier boven naartoe. Ik zal de link hierboven plaatsen over de uitlegvideo over het interieur van de Opel Vivaro. En daarin kun je ook alles ontdekken over het, de mogelijkheden die de Opel Vivaro biedt. Met name op het dashboard en het interieur. Waar is elk knopje voor, et cetera. Zie je allemaal in de video. Ik zal hem hierboven linken. Dan kun je het ook in alle gemak ook even bekijken. Nou, ik hoop je hiermee een duidelijke en heldere uitleg hebt gegeven over het exterieur van de nieuwe Opel Vivaro. Nou, zijn er nog vragen? Ik zou zeggen, typ ze hieronderin of stuur een mail naar hendrik@liewersrode.nl. Ben je er ook van harte welkom om bij ons langs te komen aan de Centurbo Noord 133 in Rode, waar wij verschillende Opel Vivaro modellen op voorraad hebben staan. En natuurlijk is een proefrit ook mogelijk. Mijn naam is Hendrik Liewers. Ik wil u super bedanken voor het kijken van deze video. Volgende week hebben we weer een nieuwe video en dan zien we elkaar graag weer. Tot dan!